Welkom kijkers bij Golfschool Gelop. Mijn naam is Mike Verwieringen En vandaag in de serie de 10 stomme fouten, fout nummer 4. Een te hoge gripdruk. Ik merk dat heel veel leerlingen van mij denken dat je bij een korte slag, bij een chip of een pitch, een zo laag, laag mogelijke gripdruk moet hebben. Want het is maar een korte afstand. En mensen denken inderdaad dat je met de driver of met je houten een zo hoog mogelijke gripdruk moet hebben. Want die bal moet ver. Het is eigenlijk net andersom. Bij chippen en pitchen wil je eigenlijk de pols op slot houden. En eigenlijk een pendulebeweging vanuit die schouders zien. Zet de pols op slot. En je zult merken, met een iets hogere gripdruk doe je dat veel eerder. En bij de swing, bij een driver en bij een houtje, ja, dan wil je eigenlijk die gripdruk zo laag mogelijk. Want daardoor krijg je veel meer snelheid erin. Heel simpel voorbeeld. Als dit de club is en ik breng de club naar boven en ik zou hem laten vallen... Krijgt de club eigenlijk al een bepaalde swingsnelheid? Op het moment dat ik ga knijpen, zal de gripdruk eh, hoger worden en zal de club stoppen met bewegen. Dus, nu zul jij de club in beweging moeten brengen, dus je kunt hem beter los vasthouden, dan krijgt die club al een bepaalde snelheid. Een te hoge gripdruk gaat voor meerdere fouten zorgen. De belangrijkste twee zijn eigenlijk deze: mensen die een te hoge gripdruk hebben, zullen de neiging hebben om in een opswaai bijna geen polsknik te gebruiken. Een polsenknik is nodig voor een hefboom en de hefboom zal meer snelheid genereren. Dus mensen met een polsknik zullen meer lengte creëren. Mensen die op het moment van in de top van de backswing een te hoge grip toch hebben hier beneden, zullen eerder een open clubblad hebben. Je zult moeten zorgen dat je op het moment van impact de handen terugdraait, zodat de handen op het moment van impact over elkaar heen rollen en het clubblad eerder nog zelfs dicht zal draaien in plaats van open blijft staan. Een release zorgt er dus voor dat ook het slagvlak weer rechter door de bal heen komt. Dus, te hoge gripdruk, geen polsen. Die willen we, want dat is een hefboom, geeft lengte. En een te hoge gripdruk onderin zal voor een open club dat zorgen waardoor de bal naar rechts toe gaat. We willen die ontspannenheid erin brengen. Deze rollende beweging van de handen noemen ze in vaktermen release, En de release zal vanzelf plaatsvinden als ik niet te hard knijp en de juiste grip heb. Dus gripdruk laag. Succes met oefenen. En mocht je opmerkingen of vragen hebben, laat ze even achter. En ik ga proberen zo snel mogelijk daarop terug te komen. Succes met oefenen.